internetten. Het grote internetcafé Easy Everything op de Reguliersbreestraat is nu een paar weken open. En we moeten toegeven, het is er nog steeds druk. Overdag zie je ontzettend veel mensen. Heel veel mensen uit het buitenland die komen e-mailen. Maar iemand zei, het lijkt ook wel een hangplek voor Marokkaanse en Turkse jongeren te worden. Nou, dat is misschien een goed teken, want omgaan met het internet is natuurlijk toch iets wat, waar je wat van kunt leren. En als je dit alles hangplek ziet, dan komt dat misschien ook omdat voorlopig de prijs van het internet daar 2,50 voor 5 uur is. Nou, dat is dus 50 cent per uur. Daar wil je wel een paar gulden voor uitgeven. Het is een beetje coole sfeer. Het is allemaal heel effectief daar. Platte schermen. En het ziet er ook niet uit dat je zegt van nou, daar gaan we nou eens gezellig een hele tijd zitten. De stoeltjes, ziet u, zijn ook niet zo vreselijk comfortabel. Maar toch, het blijkt dat heel veel mensen daar komen. En misschien ligt dat aan de hoeveelheid buitenlanders in de stad vanwege de Europese kampioenschappen. Misschien ligt het aan de koffie. 2,50 voor een lekkere kop koffie is ook niet gek. Of is het toch dat dat internet een grote trekker is? Internet in Amsterdam dus. Nu bij Easy Everything. We horen ook wel wat kritiek. Sommige mensen zeggen dat de straling in deze ruimte vrij hoog is. En als je bijvoorbeeld met je Psion zakcomputertje naar binnen gaat, dat je je gegevens kwijt kunt raken. En dat hebben we dan een beetje gecontroleerd. Want ook je zaktelefoontje doet het niet. Je mobiele telefoontje werkt niet goed als je daar naar binnen gaat. Maar voor de rest is Easy Everything natuurlijk toch een hele interessante plek. 650 schermen. Nu nog heel goedkoop, maar over een tijdje gaat dat 2,50 per uur kosten. En de vraag is of de 70% vulling die ze nodig hebben, of die ook gehaald gaat worden. Dat betekent dat je eigenlijk overdag helemaal vol zou moeten zitten. En dat halen ze nog niet. The largest internet cafe in the world in Amsterdam. Why and what are your expectations? I believe that Holland is a great country to do business. It's the first country outside the UK that EasyJet, my airline, went to. And I think this city is a great city. It has a 24-hour culture, a lot of tourists. It's a great market. Ja, dan hebben we hier een klant van Easy Everything. Hallo, wie ben jij? Ja, ik heet Manelli. En je staat hier met een papiertje in je hand en daar staat op je user ID. Ja, nu weet iedereen het dus. Iedereen het. En dat is eigenlijk je ticket om in dit geval voor 5 uur. En ze hebben een aanbieding voor 2,50. Wat kun je in die 5 uur doen allemaal? Nou, je kan chatten hier. Je kan ook internetten. Dat wil zeggen, ze hebben ook de mogelijkheid om op te laden. Je mag dus Messenger installeren als ze dat niet zouden hebben. Dat heb ik net gevraagd. Verder kun je ook, als je bijvoorbeeld een mooie foto ziet of zo, mag je dat ook hier dus op een tape of wat een andere medium ook betreft. Zoals CD-ROM mag je dat hier ook inbranden. Wacht even, dus je hebt iets leuks gevonden op het internet en dan kan je een kopie maken op een CD-ROM? Ja, bijvoorbeeld. En wat kost dat, weet je dat al? Nou, dat weet ik nog niet, maar dat schijnt daar centraal te kunnen. En ik ben net terug uit Nice, Frankrijk, daar heb ik ook dat soort problemen gehad. En daar komt dat via de computers, daar hebben ze meestal computers. Maar dit is natuurlijk groot aangepakt. Dan heb je natuurlijk heel veel computers, ze hebben dus een centrale daar ergens. En als je iets wilt downloaden, dan neem ik aan dat je dat kan vragen en dan wordt dat geregeld. Oké, je vindt dus de opzet van dit nieuwe internetcafé heel professioneel? Ja, wat ik belangrijk vind is dat je inderdaad interactief bezig kan zijn. Dat je inderdaad dingen kan downloaden of uploaden. En dat kan hier ook. Dus daar zit natuurlijk een gevaar aan, want je zou bijvoorbeeld ook een virus wat je ergens op een andere computer hebt gezet, hier op kunnen halen en dan over de hele wereld verspreiden, zoals I Love You. Dat kan, ja. Maar ik denk dat ze daar wel genoeg maatregelen voor genomen hebben. Dat is een goeie. Hoe kunnen ze daar maatregelen tegen nemen? Ja, de welbekende scanvirussen en zo. En dat soort dingen, denk ik. Zoals, iemand die een virus wil verspreiden, gaat natuurlijk niet een virus verspreiden wat al bekend is. Ja, maar goed, ik denk dat het altijd, er zijn altijd mensen zijn die dat willen doen en dat kun je toch niet tegenhouden. Ik vind, je moet je niet laten stoppen, omdat iemand misschien is die een virus wil planten. Waarom kom je dan toch hier? Nou, vlak bij mijn werk, leuk. En af en toe, het is 24 uur per dag open, dat vind ik heel belangrijk. En verder, je kan ook alles doen wat je thuis kan doen. Zoals je weet heb je nu ook harddisks via internet, bijvoorbeeld netdrive.com. Dan kun je dus daar je foto's in planten. Dan kun je overal in de wereld die foto's weer gebruiken om die op te sturen naar vrienden, noem maar wat. Nou, dat is hartstikke leuk.
Dus, je kunt dus als het ware een virtuele harde schijf hebben. En je werk hoef je dan niet mee te nemen. Je werk staat en die kun je van hieruit... Hier mijn werk, mijn brieven of wat dan ook, kan ik weer downloaden naar deze terminal, zou ik zomaar noemen. En dan kan ik er weer mee werken of iets mee doen of e-mailen. Nou hebben ze hier 2 keer 16 MB verbinding. Maar als je dat deelt met 650 man, kom je toch niet boven de 100 kilobits per seconde per persoon. Is dat voldoende voor bijvoorbeeld video's te downloaden? Ik denk het wel, want ze hebben geloof ik een eigen lijn gekocht. Ja, 32 megabits per seconde. Dat weet ik niet precies van, maar ik heb het ook net gevraagd aan een of andere Mike die hier rondliep vanmiddag. En het schijnt dat het heel snel gaat. Dus, zijn de mensen vriendelijk die rondlopen? Nou, ik kom net binnen, maar ze spraken wel in het Engels. Ze spreken gewoon standaard in het Engels tegen je. En, maar voor de rest, ik kan daar niet over oordelen nog. Okay. Dus. Maar je hebt wel het gevoel dat dit een professionele en nuttige plek is voor jou? Ja, nuttig. Ja, voor iedereen denk ik. Ik schreef me toch een voorstander van die nieuwe technologie. En ik maak er heel hard gebruik van, ook thuis. En ik maak heel veel contacten ook ermee. Dus vooral via chat en zo. En het hangt van jezelf af, zeg ik altijd. Dus.